de wedstrijden in de groepsfase en de spelers worden bij binnenkomst van het stadion enthousiast toegezongen. Ja, de sfeer is goed. En zie je die spelers, Evert? Die zijn enorm gespannen. Ja, dat hoort erbij. En onze scheids is Alessandro Vecchiocina. Nou, daar gaan we dan. Laten we hopen op een prachtige wedstrijd. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ja, en nu een schot. Blijft gevaarlijk. Ze vechten om de bal. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Van Diemen. Hendricks. Die gaat hij eenvoudig voorbij. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. Gele kaart! Vrije trap. Zou dit het record hol over zijn? Da Silva. Die pakt die bal op. Ze krijgen een vrije schop. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Van Diemen.
Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Bal is over de lijn ingegooid. Ja, en nu? Hij is er bijna. Ja! Doelpunt 1-0. Nu kan het toch nog interessant worden. Het is te hopen, want het was tot dusver niet om aan te zien. Loeihard. Een gevaarlijke situatie. Nou, daar moet een doelpunt uitkomen. Einde aanval, de bal is uit de gevarenzone. De eerste helft is gespeeld, 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Ze weten vlak voor rust te scoren. Een ideaal moment om op voorsprong te komen. Ja, inderdaad, Evert. En ja, het is toch lekker om zo de kleedkamer binnen te spelen. De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Ze strijden om de bal. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Ja, dat is een goede actie, heeft de bal terug. Hendricks. Schop. Het ziet er naar uit dat de coach gaat wisselen. Hendricks. Op de dreef en een schot. Ja hoor, hij zet zijn ploeg weer op gelijke hoogte. Ze maken gelijk. Wat een stunt zeg. Ongelooflijk en niemand gaf zijn kans. En voordat hij de bal aanneemt, weet hij al waar hij heen moet. Voor het doel. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. Hendricks. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Hendricks. Hendricks. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Gaat hij het redden? En die is uit. Hoekschop.
De wedstrijd loopt stilletjes op zijn end. De stand is gelijk en we hebben al een tijdje geen actie meer gezien. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. De voorzet komt niet aan. De tegenpartij is er met de bal vandoor. Heeft de bal terug veroverd. Hendricks. Wordt dit een doelpunt? Gaat op het doel af. Aha. Wat doet hij nu? Dit verandert de zaak helemaal. Het is toch niet te geloven. Vlak voor het einde pakken ze zeker de winst. Wat een verrassende wending. Ja, dat zag ik zelfs. Wij niet aankomen even. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. De tijd zit er bijna. Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? En hier zien we die goal van daarnet nog een keertje. Hij schiet hem vanuit de 16 met een geplaatste bal in de rechterbovenhoek. Met deze wissel hoopt de coach natuurlijk het overwicht te behouden en dus rustig de wedstrijd uitspelen. Dat is het devies. De wissel is natuurlijk een poging van de coach om op voorsprong te blijven. Met een frisse speler erbij gaat dat beter. Het team dat aan de leiding gaat, komt met een wissel. Zo willen ze het overwicht behouden en hun voorsprong veiligstellen. Geen aanspeelmogelijkheden, dus maar weer een tikkie terug. Houdt die bal bezit? De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in 2-1. Dames en heren, bedankt voor uw aandacht en hopelijk tot de volgende keer.